staan vandaag in Lage Zwaluwe. We zijn op stap met Brabant Water, want Brabant Water is in de omgeving de leidingen aan het spoelen. Naast mij staat Esther Glaudemans, voorlichter van Brabant Water. En Esther gaat ons iets vertellen over wat er vandaag allemaal aan het gebeuren is. Ik zie, Esther, dat we hiernaast een enorme slang of ding staan. Dat heeft alles te maken met dat doorspoelen. Dat klopt. Ja, daarmee gaan we de leidingen doorspoelen. Hey, je moet de leidingen doorspoelen, want bij mij komt er gewoon water uit de leiding. Ziet er fantastisch uit, maar waarom moet die leiding dan doorgespoeld worden? Leidingen, net als bij elk ander ding in je huis, moet je af en toe schoonmaken. En dat doen wij ook met onze leidingen. Water is een natuurproduct, zit van nature ijzer en mangaan in. En na verloop van tijd gaat zich dat afzetten aan de binnenkant van een waterleiding. En dan maken we af en toe schoon. En dat doe je dan door heel veel water er doorheen te spoelen. Betekent dat ik dat thuis eigenlijk ook zou moeten doen? Of is dat thuis niet aan de orde? Ja, dat is thuis niet aan de orde. In je binneninstallatie heb je daar geen last van. Maar in de transportleidingen die bij ons in de weg liggen, daar is dat wel aan de orde. En hoe vaak doe je dat dan per jaar of per maand? Of hoe ziet dat zo'n beetje uit? Dat doen we eigenlijk daar waar nodig is. We doen troebelheidsmetingen. En als we merken van hé, daar wordt het water wat troebelder, dan gaan we daar onderhoud plannen. En dan ga je met een hele ploeg op stap, want we staan hier bij een busje, een stukje verderop staat een busje, er rijdt de fiets rond geloof ik ook nog. Dan ga je op pad met zo'n ploeg om een hele streek of een heel gebied door te spoelen. Ja, in dit geval pakken we Drimmelen en omgeving. In een paar maanden, dus alle dorpjes daaromheen, komen om de beurt aan de beurt. En dan pakken we per leiding, maken we dan schoon. Betekent dat ook heel veel overlast voor de bewoners? Dat valt mee. In principe merken ze daar weinig van. Het kan zijn dat ze af en toe wat bruin water uit de kraan krijgen. Maar dat is niet gevaarlijk. Dat kan gewoon gedronken worden? Ja, het kan gewoon gedronken worden. Het is niet schadelijk, het is niet gevaarlijk, het is niet ongezond. Maar ja, het ziet er niet heel fris uit. Nee, dat kan ik me iets bij voorstellen. Hier staan we. Dit gaat dadelijk dan open. Moeten wij hier dan dadelijk weg of valt het allemaal wel mee? Nou, tenzij je graag je voeten nat krijgt. Maar ik stel voor dat we hier dadelijk weggaan. Want er komen echt grote hoeveelheden water. En natuurlijk ook ja, al het vuil wat we uit de leidingen willen halen, dat komt mee. Dus ik stel voor dat we daar wel even verhuizen. Dan denk ik dat we dat nu maar moeten gaan doen. Dankjewel Esther. En wij gaan nog eens even kijken hoe dat er dadelijk uitziet.